Goedemiddag en welkom bij het webinar Taalblokken startschooljaar 2018-2019. Zoals gevraagd hier, jullie zien nu mijn beeldscherm als het goed is. Je microfoon op mute laten staan in verband met het aantal deelnemers en het geruis dat soms met zich meebrengt. Luidspreker kan aanblijven en dan kun je mij horen. En je kunt de vragen stellen via de chat. Die chatvragen die zal ik aan het einde van het webinar gaan behandelen. Wees zo vrij om ze gewoon in te vullen tijdens dit webinar. En dan lees ik ze aan het einde van dit webinar. Dit is de agenda voor vandaag. Ik ga jullie iets vertellen over inloggen. Over het klassenbeheer. Jezelf of studenten aan een klas toevoegen. Een nulmeting met een persoonlijke leerroute bouwen. We kijken naar het lesmateriaal. We kijken naar resultaten van leerroutes en toetsen van de studenten. Wat zit er onder de tab ondersteuning? Alles wat er voor wat betreft de knopinstructie naar voren komt. En wat we in het nieuwe schooljaar gaan doen. Ik ben Jean-Paul Kokkeler, methodespecialist van Taalblokken. Oké, als jullie dit schooljaar met veel plezier zijn gestart, dan heb je waarschijnlijk een docentenlicentie verkregen. En die ga je activeren via www.startmalmbergmbo.nl met je schoolaccount of met je entreeaccount. Nou, als je dat ondervindt dat daar iets niet goed gaat of dat je daar vragen over hebt, dan kun je naar deze website van Malmberg gaan en daar hebben we een aantal filmpjes staan en informatie. Maar zoals het er nu uitziet, is eigenlijk dit de URL die je normaal gesproken intypt. En wat handig is, is om die hier aan je werkbalk vast te zetten. Op deze pagina als je je licenties hebt geactiveerd. Want dan hoef je hier alleen maar op te klikken. En voortaan is dat makkelijker. En anders moet je iedere keer dit opnieuw intypen. Maar wat er gebeurt, laat ik even zien met een andere aanbieder van een browser. Je typt hierin www.startmalmbergmbo.nl. Dan druk je op enter. En wat er gaat gebeuren, is dat we nu een koppeling hebben naar Kennisnet. Want alle digitale leermiddelen in Nederland worden ontsloten via Kennisnet. Normaal gesproken zoek je je school, log je in met je schoolaccount. Je kan bijvoorbeeld hier kijken, ROC van Amsterdam. En wat is het interessante hiervan? Ik stel dat ik hier werk bij het ROC van Amsterdam. En ik ben 's ochtends ingelogd op de portal van de school. Dan zorg je dat je hier een vinkje zet, hoef je dat nooit meer te zoeken. Dan ga je verder. En onder water schiet ik dan automatisch door naar Taalblokken. Want die gebruikersnaam en wachtwoord heb je 's ochtends aangemeld toen je ging werken. En onder water wordt dat aan elkaar gekoppeld. En uiteindelijk kom je dan op deze pagina uit. Nou, ik heb meerdere licenties staan natuurlijk, maar we concentreren ons vandaag even op de Taalblokken docentenlicentie. Dus maak van deze pagina een snelkoppeling. Dat kun je doen door hierop te klikken op dat sterretje. Dit is een Chrome toevallig. En dan zeg je van, eventjes opnieuw doen, zo. Malmberg startpagina in een map, bladwijzerbalk. Dat is deze. Dat heb ik dus al een keer gedaan. Kun je die bladwijzerbalk niet vinden, dan ga je naar deze drie puntjes. En dan zeg je bij de bladwijzers, bladwijzerbalk weergeven. Zet je een vinkje en dan opent deze balk zich. Dat is heel handig. En dan kun je hierop klikken. Nou, ik doe het nog een keer. Kijk, dan schiet het automatisch naar deze pagina. Ik klik op docentenlicentie. En zo ben ik ingelogd. Dat is dus de manier. Heb je nog geen schoolaccount? Ja, dan moet je dus inloggen met een entreeaccount. En dan kom je uiteindelijk ook op onze landingspagina. Nou, ik klik in deze situatie op Nederlands. Want we hebben het vandaag over taalblokken Nederlands, Engels. En Duits. Je ziet hier dat ik nu hier in mijn applicatie zit. Ik kan switchen van vak tussen Duits en Engels. Mocht je rekening geven, dan staat dat er ook bij.
Maar in principe staat er bij jullie toegang tot Nederlands, Engels en Duits. En de bedoeling is natuurlijk dat je als docent de resultaten van de studenten wil gaan volgen. En dat is natuurlijk een van de interessante onderdelen van zo'n online applicatie. Maar deze klas, en het is mijn trainingsklas, gevuld met studenten, ja, op een of andere manier moet ik daarbij kunnen, komen. En wat is de idee daarachter? Is dat je dus met behulp van het klassenbeheer, hier in het zijmenu, jezelf gaat koppelen aan een klas. Een collega van jullie op het ROC, die heeft deze klassen in taalblokken gezet. Dat is de zogenaamde beheerder. Een van de collega's is beheerder op een ROC. En op een bepaalde locatie, in dit geval de Malmbergschool, die kent een tweetal locaties, maar op deze locatie, Magistratenlaan, heeft de beheerder 4 klassen klaargezet. Bijvoorbeeld hier ook webinarklas 18-19. En hoe doe ik dat nou om het te koppelen aan die klas? Heel eenvoudig, door gewoon een vinkje te zetten. En als ik een vinkje zet, heb ik me nu dus gekoppeld aan 4 klassen. En dan zul je zien in het topmenu dat hier ook 1, 2, 3, 4 klassen staan. Haal ik deze klas weg, of van ik geef hier helemaal geen les aan, dan zie je dat die hier ook weg is gevallen. Nou kan het zo zijn dat deze klassenlijst heel lang is. Er zijn ROC's die hier wel 600 klasnamen in hebben, want die werken allemaal met taalblokken. Nou, je kunt dus hier kiezen voor alle klassen, maar daar waar je een vinkje hebt gezet, kies je voor mijn klasse. En dan verfijnt die database zich alleen met die klassen waar je jezelf aan hebt gekoppeld. Nou, hoe voeg je nou studenten toe? Dat is eigenlijk het tweede onderdeel, of het derde onderdeel zitten we eigenlijk al aan, jezelf of studenten aan een klas toevoegen. De idee daarvan is, ik zal deze klas even openen, dat studenten zichzelf aan de klas toevoegen. Dit is mijn klasnaam. Ik heb mij als docent gekoppeld, dat ben ik, docent. Deze is het. Meerdere docenten kunnen zich koppelen aan een klas. Dat kan heel handig zijn als je met z'n tweeën op een klas staat. Een instructeur, een SLB'er, ga zo maar door, opleidingsmanager. Meerdere mensen kunnen zich koppelen aan een klas en de resultaten vinden. Maar in principe gaan de studenten zich aan de klas koppelen. Dus dat is een handeling die we vragen om een student om zelf te doen. Laat ik zo even zien hoe dat werkt. Eventueel om een redenen. Kun je zelf de studenten zoeken die er nog niet in je klas zitten? En dan zou je deze student zelf kunnen toevoegen. Je ziet hier bijvoorbeeld ook dat Michelle, student, die zit al in een andere klas. Dus dat notificeren we. We laten zien van, hey, let op, die zit al in een klas. Deze student, die zit nog niet in een klas, want er staat een streepje. Koppelteken is het eigenlijk. Ik voeg die student toe, die zit er nu bij. En ik moet dan niet vergeten klas opslaan te klikken. En dan zijn de mutaties van kracht. Dus je kunt het zelf doen, maar het is meer een soort administratieve handeling. En die laten we het liefste bij de student. Maar om redenen zou je dit kunnen doen. Nou, hoe doet de student dat nou? Ga ik even met een andere browser. Pak even Explorer. Ik zal eventjes nog verversen. Ik ga naar taalblokken. Ik ben student. Het is mijn licentie. Het is een jaar geldig. Nederlands, Engels, Duits. Student, ik zie het eigenlijk hetzelfde als wat jullie als docenten zien. Ik klik op Nederlands. En de student komt in principe op haar of zijn profiel binnen. Dat is hier. Dit is wat hij als eerste ziet als hij een licentie heeft aangeschaft en geactiveerd. En wat hebben studenten nu nog extra dan die schoollocatie die jullie ook hebben? Is wijzig klas. Dus die beheerder die heeft die klasnamen erin gezet. En de student krijgt dus een melding van, hey, je hebt je nog niet gekoppeld aan een klas, koppel jezelf even aan een klas. En dan kiezen ze dus een van de klasnamen in het lijstje wat hierin staat. Het is aan te bevelen om die klasnaam, als jullie dat in de klas aan het lesgeven zijn, om deze klasnaam even op het whiteboard te zetten, zodat de studenten precies weten, oh ja, ik zit in deze klas. Dat is in het begin altijd eventjes nog wennen en onhandig. Welke klas zat ik ook alweer? Zet die naam even op het whiteboard en dan kunnen ze hem snel vinden en zichzelf koppelen. Nou, ook hier geven we zelfs aan voor de student hoe lang de licentie die hij heeft aangeschaft nog verloopt. Het is mogelijk, maar we zeggen altijd bij eerst aan je docent vragen wat je moet doen. Dus verder geen probleem. Je kunt een nieuwe gekorte licentie op elk moment activeren, dus staat eigenlijk in de wacht.
En vanaf activatie gaat de tijdsduur gaat lopen. Nou, dat even wat betreft dus het klassenbeheer. Hier kun je mooi alles zien. Wat wel handig is, deze even weer eruit halen, is dat we hier een tellertje hebben lopen. Stel je staat voor de klas. Je weet dat in deze klas 23 studenten zitten. Hoef je dat niet met je vinger over het beeldscherm te gaan tellen. Maar kun je zien, oh ja, er zijn 9 studenten die hebben of een licentie aangeschaft. En in ieder geval zich gekoppeld aan de klas. Dus dat is heel handig. Kun je ook in de klas studenten daar ook op aanspreken. Van, hey, je zit nog niet in de klas. Koppel jezelf eens even snel aan de klas. Nou, dan ga ik terug naar het overzicht. En dan kom ik dus hier weer uit. Het interessante nog hiervan is dat je dus als docent meerdere klassen op meerdere locaties kunt koppelen. En dat je dus niet iedere keer iets opnieuw hoeft te switchen of een andere website te kiezen, omdat je op een andere locatie zit. Dus ik heb hier bijvoorbeeld JPK klas 1, daar zet ik ook een vinkje bij. En dan zie je hier dat op die futter locatie deze klasse nu bij is gekomen. Dus hoef je nooit te switchen naar een andere database of anderszins. Dat is dus heel praktisch. Goed, dan gaan we naar het punt een nulmeting met de persoonlijke leerroute bouwen. Een van de opties bij de taalblokken is dat de student kan werken met een persoonlijke leerroute. Ga ik even in het topmenu naar lesmateriaal. Ik ga naar toetsen. In het zijmenu. En die nulmeting voor Nederlands, die hebben we voor de hele bouwstenen leerlijn. Ja, dus dit is een forse leerlijn, want daar kun je een jaar en nog wel langer mee werken. Maar ook voor de spelling- en grammatica leerlijnen. Die doen we op niveau. Dus je zet een nulmeting voor spelling- en grammatica 2F, zet je uit. En die onderdelen die de student niet beheerst, die gaat hij maken. Voor Engels hebben we een nulmeting voor spelling- en grammatica. A1, A2, B1, B2. Kun je hier vinden van deze database. Engels MBO 4 of Engels MBO 2-3. Nou, hoe doe je dat nou? Je kunt vanuit de klas werken, want het heet eigenlijk een toets inplannen. Maar je kunt ook als docent denken, nou, ik wil die spelling grammatica nog eerst eens even zien. Dus je ziet dat die hier 1,5 uur duurt. Met dit pijltje kun je hem gaan bekijken. Je kent 34 schermen. En meet dus alle spelling en grammatica items van 1F. Kan nog even doorheen lopen. Kan even kijken welke onderwerpen het zijn. Of dat datgene is wat ik wil. En we hebben dus ook zo gebouwd dat je hier meteen al kunt gaan inplannen. Dus je kunt als je aan het kijken bent gaan inplannen. Je kunt hier gaan inplannen. Kom je op dezelfde stappenplan uit. Maar je kunt ook zeggen, ik kijk in de klas. Ik ga naar resultaten toetsen. En ook hier hebben we inplannen staan. Kom je eigenlijk op al die drie manieren kom je hier uit. Ik selecteer een nulmeting. Volgende. Spelling en grammatica 1F in dit geval. Volgende. Je weet dat ik in deze klas zit. Hè, want de klas is het uitgangspunt. En ik kan nu zien dat één student al een keer een nulmeting heeft gemaakt. De anderen hebben gemist in een bepaald tijdslot. En ik kan zeggen, nou, ik voor deze hele klas ga ik dat doen. Die zet ik vast klaar voor november. En als er tussentijds nog studenten bijkomen tussen nu en november in deze klas, en ik zet dit vinkje aan, dan hoef ik deze handeling straks niet meer te doen, want dus de nieuwe student krijgt automatisch deze nulmeting spelling grammatica 1F in haar of zijn overzicht. Ik klik hierop. Je ziet nu dat we in stap 3 zitten. De datum. Je ziet dat het 90 minuten duurt, dus 1,5 uur. Dat hebben we dan standaard hier neergezet. Maar stel dat je lesuur maar 3 kwartier duurt, kun je een tijdslot toevoegen. De 10e en volgende week de 17e. En dan gaat die daar verder waar die gebleven is. En de student kan in dit tijdslot werken. Doet verder niks. Sluit netjes. Je hoeft niet eens af te sluiten, alleen taalblokken eruit te gaan. Wij onthouden alle gegevens. En in het nieuwe tijdslot opent die nulmeting daar waar die student gebleven is. Dus je kunt meerdere tijdsloten toevoegen, dus dat is verder geen probleem. Omdat die 90 minuten misschien om onderwijskundige redenen te lang duurt, of zeg maar roostertechnische redenen te lang duurt. Ik doe het even zo.
Het is vandaag. Ik klik op volgende. Stap 4 bevestigen. 9 studenten. Vandaag doen. Inplannen. Dan kan ik een paar zaken doen. Ik zie dat hij hier nu staat. Ik kan hem openen. Ik kan de planning aanpassen. Dan kom ik in het stapje van tijdslot. Of ik kan opnieuw inplannen. En dan kom ik in het stapje van de studenten. En als je denkt, ik heb het niet goed gedaan, dan kan ik hem ook nog verwijderen en dan gebeurt er niks. Ik ga er nu even in als student. Het is de nulmeting spelling grammatica 1F. Ik ga naar mijn dashboard en hij staat hier nu klaar. Toetsen de komende 2 weken. We hebben dat zo gebouwd. Er zijn nog meer toetsen later in het jaar. Maar we hebben het zo gebouwd in verband met de scope en het overzicht voor de student. Kunnen studenten vooruitkijken ongeveer 2 weken. Dat is voor hun concreet. En kunnen ze dat lekker gaan maken. Ik ga hem nu eventjes maken. Een aantal onderdelen. Scherm 1. Ik zal eventjes wat gaan invullen. Zo. Zo, en wat, ik ga er nou even in als docent. En dan druk ik even op F5 verversen. En nou zie ik dus dat deze student, hè, want ik ben dat, wat ik net heb gedaan als student, dat ik nu bezig ben. Als je hierop klikt, kun je er nog voor kiezen om de planning aan te passen. Stel dat een student bijna klaar is met alle vragen, maar de tijd is bijna voorbij. Dan kun je er nu nog voor kiezen om te zeggen, nou ik geef jou nog 10 minuten extra. Want het gaat er natuurlijk om dat hij een goede leerroute krijgt. Dus dat is een functionaliteit die we hebben ingebouwd. Nou, als uiteindelijk de toets klaar is, de nulmeting, dan zal de student in zijn of haar leerroute, dat zal ik even laten zien, een leerroute krijgen die dus past bij de resultaten. Dan gaat de student naar de leerroutes, dan gaat hij bijvoorbeeld naar spelling en grammatica, dan kiest hij 1F of 2F of 3F, hè, afhankelijk van de leerroute die hij heeft, de nulmeting die hij heeft gemaakt. En alles wat hij goed heeft gemaakt, zal dan grijs worden. Dus deze metrostationnetjes die vallen dan weg. Daar kan de student dan ook niet meer bij. Want dat is eigenlijk akkoord bevonden. Maar alles wat blauw is, dat moet de student dan gaan doen. Dus hiermee kun je appelleren aan het concretisering van een gepersonaliseerd leren. Wil de student dan toch nog een keer oefenen voor de toets? Dan hebben we hier een tapje opgenomen, alle lessen. Dus ook al is hier een aantal onderdelen grijs. Kan er dus feitelijk niet bij. Maar hier bij alle lessen zal dan straks bij spelling en grammatica staat gewoon alles open. En kan die bijvoorbeeld het onderdeel woordsoort, zelfstandig naamwoord, alsnog oefenen. Ik hou een beetje de tijd in de gaten. Want we zijn al een heel eind lekker druk bezig. Als je kijkt naar het lesmateriaal. Dan zie je dat als volgt. Dat onder het tapje lesmateriaal. We de bouwstenen leerlijn hebben, een spelling en grammatica leerlijn hebben, een extra leerlijn met extra oefenstof voor lezen en voor luisteren, om meters te maken met de voorbereiding op het CE. In deze extra leerlijn worden geen lees- en luisterstrategieën meer aangeleerd, dat doen we in de bouwstenen leerlijn, maar we zorgen ervoor dat hiermee de studenten zichzelf lezen en luisteren eigen kunnen maken. Nieuw is het onderdeel woordenschat. En woordenschat kent een drietal onderdelen. Alle woordenschat vanuit de bouwstenen die relevant zijn. Kan er op een later moment nog wel op terugkomen wat dat dan inhoudt en inhoudelijk en de keuze daarbij. De woordenschat uitbreiding. Gaan we dus een fors aanbod van nieuwe woordenschat hebben. En er komt nog een tapje bij binnenkort schooltaalwoorden. En schooltaalwoorden die belangrijk zijn gewoon voor het dagelijks functioneren bij jou op het ROC. Dat kan zijn rooster, dat kan zijn klas, dat kan zijn portaal, elektronische leeromgeving. Dat soort woorden gaan daarin bijkomen. Dus dat zijn de leerroutes 1, 2, 3, 4. We hebben nog een extra leerroute, dat zijn de beroepsgerichte modules. Waarbij we zeg maar datgene wat je in de bouwstenen aanleert, hier in een beroepscontext functioneel gaat toepassen in de productieve vaardigheden. En dan hebben we dus een generieke leerlijn met burgerschapscontexten voor al deze taalhandelingen.
maar ook een reeks van Crebo-domeinen, waarbij je bijvoorbeeld bij secretarieel hetzelfde onderwerpen krijgt, maar alles samengesteld is op basis van het werkveld waar een secretaresse of een secretaris straks gaat werken of stage lopen. Dus dat is het lesmateriaal. Bij de toetsen, nogmaals, hebben we dus de nulmeting. We hebben eindtoetsen voor de bouwstenen en spelling en grammatica. Lezen staat hier ook bij, lezen oud en luisteren oud. Dat was vorig jaar, maar nu hebben we de bouwstenen toetsen. We hebben een expliciete examentraining. Deze eerste twee zijn volledig uitgelijnd op de laatste facet CITO-examens. Deze zijn van de afgelopen jaren, kun je allemaal nog wel gebruiken. Maar deze zijn het meest actueel. En de bibliotheek is handig, omdat je hier een soort van taalwijzer hebt van alle tekstsoorten, gesprekssituaties. Maar stel je gebruikt naast het online gedeelte van taalblokken ook het leerwerkboek 2F of 3F. Dan heb je hier je fragmenten, je kijk- en luisterfragmenten. Dan hoef je dus niet door de hele applicatie heen van al van de bouwstenen. Misschien is dat wel scherm 20 ergens verstopt. Dus onhandig te vinden. En dat zie je hier dan mooi gerubriceerd. Zie je dat terug. Geldt overigens deze constructie ook voor Engels. En dus is verder ook bij Engels, wat ik nu zeg maar uitleg, ook bij Engels toe te passen. Die hebben ook de kijk- en luisterfragmenten. Nou, dan zit er nog een tab ondersteuning. En bij de tab ondersteuning hebben we veel materiaal. Mocht je eventueel nog die inloglessen gaan uitleggen bij de student, hebben we hier een klein mini-lesje van gemaakt. Algemene handleiding over onze visie. Natuurlijk ook gewoon de uitgangspunten van Meijerink. En dan hebben wij dat vertaald. Een knoppenhandleiding, waar moet ik op klikken? Hoe zet ik een toets klaar? Planningstools. De handleiding bij elk leerwerkboek. Stel je werkt met de leerwerkboeken. Dan heb je hier een handleiding met tips en tricks, suggesties, lesstarters. De leerwerkboeken kennen antwoordenboeken, die hangen hieronder. We hebben, zoals ik net liet zien, een digitale examentraining. Maar die hebben we ook in een PDF-versie. Die is dus printbaar op de een of andere manier. En bij al die modules voor de beroepsgerichte productieve vaardigheden hebben wij een handleiding opgenomen met copymasters, lesstarters en gaan ze maar door. Kom daar op een later moment nog wel een keer op terug. Ook voor wat betreft de productieve vaardigheden hebben we eindtoetsen en beoordelingsmodellen. En we hebben een omrekentabel, want onze césurering staat op 75% is een 5,5, zowel voor het leren als voor het toetsen. Maar stel dat er moverende redenen zijn bij jullie om dat anders te doen, dat je zegt, 70% is bij ons al een 5,5 of 85% is pas een 5,5. Dan heb je hier een mooi tabelletje om daar je cijfering goed op te vinden. Dus als een student straks 75% scoort, hou je deze kolom aan en dan krijgt de student dus geen 5,5, maar een 5. Terwijl dit eigenlijk onze norm is, de 5,5. Audiofragmenten bij de eindopdrachten. En dat heeft met name te maken ook met de modules. Even terug naar het verhaal. We gaan nog even wat bekijken van de resultaten. Dan ga ik naar de klas. De klas is het uitgangspunt. Daar zien we dan de resultaten staan. En als je kijkt naar resultaten toetsen, dan zul je dus dadelijk zien, bijvoorbeeld bij de nulmeting, dat als een student iets gedaan heeft, er hier dan resultaat op komt. En die zie je dan in een cijfer. En die zie je dan bij de leerroutes. Zie je dan bij spelling en grammatica. Zie je dat terug. Ik zal even naar de instellingen gaan. Die moeten we op de persoonlijke leerroute zetten. Want die nulmeting hebben wij gedaan. Dan kiezen we de resultaten leerroutes, spelling en grammatica. En als je kijkt naar de legenda hieronder, alles wat, ik heb hier een kleine werkbalk, die moet ik soms even wegslepen. Alles wat de student niet hoeft te doen omdat hij daar goed op had gescoord, zullen grijze bolletjes worden. En bij de student waren dat dus grijze regels. En zou Sarah dit allemaal moeten doen, dan zie je dat het nu wit is. En dan is zij nog nergens mee gestart.
Wellicht is ze gestart of er komt een score op. Nou, dat kun je verfijnen. Je kunt dus nu alles zien van 1F. Maar je kunt ook zeggen, ik wil dat per hoofdstuk, wil ik dat zien. En dat zie je ook bij de bouwstenen. Hier zijn studenten bezig. Maar dat zijn dus, ja, dat is een reeks van hoofdstukken. Want het loopt heel ver naar rechts door. Dan kun je ook zeggen, nou, ik wil alleen hoofdstuk 1 zien. Want dan ben ik nu deze periode mee bezig. En dan verfijnt de database zich. En dan kun je het goed volgen. Dit moeten studenten dus doen. Maar misschien zeg je wel, nou, die tussentoetsen. Hè, aan het eind van een hoofdstuk komt een diagnostisch toetsje. Ik wil eigenlijk helemaal niet dat ze die gaan doen. Dan kun je zeggen, ik ga deze lestoets vrijstellen. En dan kun je zeggen, dat wil ik ook voor de hele klas doen. Dan zeg je vrijstellen voor de hele klas. En dan kan de student er dus niet bij. En als ik dus naar 2F tekstsoorten ga, weer als student, dan zul je zien, ja, ik heb hem al een keer gemaakt. Ik zal eventjes kijken of ik een andere heb. Hoofdstuk 6, bouwstenen 6. Dat even laten zien. Zo. Vrijstellen. De hele klas. Dan ga ik nu even op F5 drukken. En dan page down. Dan zal deze tussentoets, moet ik even naar mijn klas gaan natuurlijk, want ik zit bij alle lessen. En zo, bouwstenen. Dan zul je zien dat de tussentoets nu is vrijgesteld en ik hem niet kan maken. Nou, dus nogmaals, hier is misschien interessant dat je hem hier wel kunt zien. Maar er komt verder geen informatie, je kunt hem alleen maken. En hier komt dan, kan de student zien, ja, ik kan hem niet maken. Dus dat is een functionaliteit die we hebben ingebouwd om jullie keuzes te laten maken van, nou, we doen alleen lezen en schrijven, lezen en luisteren en schrijven, spreken, gesprekken voeren doen we deze periode helemaal niet. Dus ik ga die vrijstellen en dan is dat heel erg gestructureerd voor de student, want die ziet dan ook dat hij dit allemaal niet hoeft te doen en dan is het heel mooi overzichtelijk. Oké, kijk heel even in de chat. Of er al vragen zijn. Nee, er zijn geen vragen. We hebben nog een paar minuten. Ik laat jullie nog even zien wat we dit jaar, de afgelopen zomer, hebben gedaan. Die structuur is verbeterd in de bouwstenen. Dus we hebben 2F en 3F in dezelfde lengte. Dezelfde omvang. Scherm 3 is voortaan de theorie. Bij voorbeelden en theorie. Als je gaat oefenen met lezen, luisteren, spreken, schrijven, gesprekken voeren, is dat altijd scherm 1. Dus het staat eigenlijk op een vaste plek, dat is belangrijk. En we hebben de bouwstenen fors uitgebreid. In de idee dat je meer dan voldoende opgave hebt om die taalonderdelen je eigen te maken. Dan is er een onderscheid gekomen tussen boeken en online. Dus 100% nieuwe opgaven in taalblokken online. Ten opzichte van de opgaven in de boeken. We hebben 50% nieuwe bronnen opgenomen. En 50% van de bronnen hebben we als hergebruik opgenomen. Dus je kunt nu kiezen van, wil ik starten met een boek of online? En weet dus dat je 100% nieuwe oefenstof hebt. Ik heb inmiddels een chatvraag. Hoe kan ik een cijfer geven bij de individuele leerroute op de bouwstenen? Dat cijfer genereert de taalblokken zelf. Dus er komt een cijfer uit. 1,3, 6,2, 8,9. En dan komt er een persoonlijke leerroute daarnaast automatisch bij. Samenvattend hoef je zelf niet te doen. Derde is dat we gekozen hebben voor een thematische opbouw. Dus je ziet hier nu weer de bouwstenen, de taalhandelingen. En die hebben we samengesteld op basis van deze thema's. En de keuze daarvan hebben we ons laten leiden door, ja, zeg maar, het werk, de interessewereld, de opleiding, het beroep. Jouw functioneren als burger, maar ook de actualiteit. En nog een nieuwe chatvraag. Dat cijfer, wordt even gevraagd, waar zie ik dat cijfer? Laat ik even zien, hè, de cijfer op de nulmeting. Dus dan zit ik hier in mijn klas. Ik ga naar mijn resultaten toetsen. En dan komt hier de nulmeting. En als een student daar klaar is, komt hier het cijfer te staan. En dat cijfer, daar kan ik dan weer op klikken. En dan kom ik in de toets van de student en dan kan ik zien wat hij gedaan heeft. Volgende stap is dat we
in de zomervakantie meer aandacht hebben gegeven voor toetsen. Dat is een eindtoets woordenschat. De tussentoetsen bij elke bouwsteen hebben we verbeterd. Ook woordenschat geïntegreerd. Een nieuwe nulmeting. En de eindtoetsen spelling en grammatica zijn verbeterd. En die hebben we nu alweer een paar jaar hadden we die. En die zijn aan verbetering onderhevig na een aantal jaren. Vandaar die verandering. Met die woordenschatleerlijn. Waarbij we bij 2F zo'n 1600 nieuwe woorden. En bij 3F zo'n 1000 woorden nieuwe woorden aanbieden. En ook hier bij deze leerroutes, bouwstenen, uitbreiding en schooltaalwoorden komen op korte termijn eindtoetsen. Dan die spelling grammatica dus uitgebreid. En we hebben de namen ten opzichte van vorig jaar wat veranderd. Dus het zijn meer spelling en grammatica titels in plaats van communicatieve titels. Over de examentraining heb ik wat verteld. Over de bibliotheek heb ik wat verteld. En we hebben inmiddels open vragen bij de opgave gemaakt. Dus er zijn nieuwe vraagtypen. Ik zal even laten zien. Bouwstenen 1, opgave 9. Dus dan ga ik naar lesmateriaal. 2F, bouwstenen 1. Dan hadden we de lezen luisteren. Opgave 9. Nou, hier staat er bijvoorbeeld ook eentje. Wat zullen de woorden mosselman, consumptiemossel en mosselstand dan betekenen? Hè? Er zit een logische opbouw, er zit een didactische opbouw in. En een student kan dat gaan invullen en kan hij zichzelf gaan beoordelen. Dus ik zal nog eentje verder zoeken. Hier ook. Waarom zou de auteur deze zin hebben opgenomen in een instructieve tekst? Omdat, en dan komt er een antwoord wat de student dan geeft. En dan kun je dan controleren. Een student kan zichzelf controleren en die ziet van oké, dat had ik niet helemaal goed. Dus ik klik op gedeeltelijk en dat zie je dan straks als docent ook weer terug. En dan kun je de student met de student daarmee in overleg gaan. Dus het niet alleen nog maar klikken, sterk reproductief, maar ook meer inzichtelijk en beargumenteerd maakt het nu mogelijk. Inmiddels is het 3:30 geweest. De meeste zaken heb ik behandeld. Voor Engels zie je hier de onderdelen. En belangrijk is dat we daar hoofdstuktoetsen hebben opgenomen. De nieuwe examentraining en dat we de leerlijn B2 productief aan het ontwikkelen zijn. We zorgen ervoor dat dit webinar ook online komt te staan. En dan kun je deze nieuwe onderdelen ook nog een keer terugvinden. Omdat dit nou ook meegenomen wordt in het in de opname van het webinar. Nou, dit was het. Ik heb de chat nog lekker laten lopen. Ik zie verder geen andere reacties. Dus ik stop met delen en stop ik mijn webinar. En bedank ik jullie voor de aanwezigheid. En heb je nog vragen, mail mij en dan reageer ik daar nog individueel op. Tot een volgende keer.